Malino gaat nu voor de eerste keer in bad. Wat vind je ervan, Malino? Super tof dat jullie kijken naar een gloednieuwe vlog. Mijn naam is Enzo Knol, dit is Myron. En wij zouden eigenlijk met de motor eventjes op bezoek gaan bij Milan en Malino de hond. Maar we dachten, toch een beetje fripsig, de zon schijnt niet, dus laten we het maar niet doen. En wat zie ik hier voor mij? Echt een mega groep aan motoren. Super sick. En dan nu heb ik alweer meteen kriebels om op de motor te gaan. Maar ja, is al te laat. We zijn met de auto, maar dit is wel echt sick hoor. Het zijn er heel veel. Ja, echt heel veel. Oh, die chick ook. Wow. Oh, ook een chick. Dat is altijd zo stoer, hè? Ja. Holy shit. Goeie vlecht. Zo, echt een goede vlecht inderdaad. Sick hoor. Keihard. Echt heel sick. Oh, lekker. Wow. Wow, al dat geluid dan. Oh, yes, sick. Oh, die heelie. Maar die zag je denk ik niet heel goed. Maar... Oh, sick. Die gast die trekt hem zo op het achterwiel echt voor. Ja, het mag eigenlijk niet, maar ik weet niet. Ik vind het wel heel sick om te zien. Ja, als hij maar niet andere mensen in gevaar brengt, dat is het een beetje. Ja. En het zag er gewoon prima uit, alsof hij alles onder controle had. Zo, dat was echt lijp, hè? Oh my god, dat was zo lijp. Holy shit, wow. Yo, sick man. Lekker man. Echt dikke motor. Wow. Kunnen we niet even een ref battle doen? Een ref battle, ja hoor. Kom maar. Lekker hoor. Wel, hè? Oh. Echt sick hoor. Oh, hij gewoon pop zijn bek. Oh, een Acapovic ook. Oh, sick man. Hele vette motor. En het goede merk, hè? Oh, oh shit. Sick. Echt niet normaal. Wow, dat was echt sick. Ja, yeah. ik kom er niet boven met mijn geluid. Ik bedoel, ik heb lekker geluid. Ik heb ook een Acapovic, net zoals die gozer die pops en bangs heeft op zijn motor. Maar... Ja, klinkt wel goed hoor. Het is wel sick. Lekker man. Over motoren gesproken, hier staan ook twee hele mooie motoren, maar die gaan er nu net vandoor. Mama en Gert, die waren toevallig bij Milan even op bezoek bij de puppy.
Doei doei! Nou, over een staart gesproken achterop. Dat is ook stoer, hè? Ja, dat is mijn moeder, hè? Goeie vlecht, ja. Echt sick, hoor. Ik vind het nog steeds super stoer dat mijn moeder motor rijdt. Ja, haar motor is ook wel echt mooi, hoor. Ja, die past perfect bij haar. Ja. Echt sick. Ik ben er nog steeds heel erg blij mee. Jij bent er heel blij mee. Ik ben er heel blij mee dat mama er heel blij mee is. Ja, want die heb ik voor haar verjaardag gegeven. Ja, dus dat is gewoon echt het beste cadeau dat ik al ooit kon geven. Dat is echt, was haar droom. Kan je niet meer overtreffen, dat cadeau? Nee, zeker niet. De rest van haar leven krijgt ze gewoon snoepjes voor haar verjaardag. Want, ze is bijna jarig, toch? Ja, klopt. Ik zit wel van zijn snoepjes aan. Ja. Ja, ik ben 8 juni jarig. En dit is echt sick. Mijn moeder is 10 juni jarig. En Myron is 12 juni jarig. Eigenlijk moeten onze... alle drie de verjaardag vieren op je moeders verjaardag. Want nee, dat lijkt me echt verschrikkelijk. Nee, lijkt me ook niet leuk. Waarom niet? Sowieso wel. Nee, ik ga mijn verjaardag niet vieren. Wel, ja. Hey, Malino! Ik bedoel, yo bro, what's up man? Yo. Hey Malino. Hey. Ga je poot? Ja, goed zo. Hè? Ja. Oh. Ja. Yo bro, trek je broek eens op. Hallo. Serieus, 10 jaar geleden hadden Milan en ik altijd de swag dat we onze broek op 7:30 hadden. Maar Milan die heeft die swag nog steeds. Ja, maar Milan die koopt skinny jeans voor zeg maar jouw maat en die draagt hij. Dus als jij deze aan, is het skinny. Bij hem is het gewoon loose, fit. Ja. Heb je geen spijt van de pup? Ja. Echt niet. Gekotst. Nee. Heeft hij vanochtend gekotst? Ja. Waarom? Ja, dat komt omdat hij dan zand aan het eten is uit die plantenbak. Ja, Milan heeft een plantenbak en Malino die eet graag zand. Niet alleen de zand hoor, één stil is al weg. Hij heeft gewoon een plant gegeven. Ja, ik had het niet hoor. Maar, waar had hij gekotst dan? Op de tapijt. Dus dat tapijt dat mag echt weg. Oh, ja. Dat is echt einde op tapijt. Maar ja, weet je, je leeft het in en misschien is Aladdin er nog wat aan. Ja toch? Hé Malino, komt goed hoor. Malino. Hey, Malino. Hey, hallo. Ja, Milan heeft helemaal geen spijt hoor. Nee, dat zegt hij wel. Heel stoer, maar dat is niet zo. Nee, dat is een grapje. Dat is een grapje. Hé. Hey. Hey, maar eerlijk, hè? Hey, is een grapje. Ja, is een grapje toch? Okay, stop maar. Schattig. Stop. Waarom? Dit is te raar. Kijk nou hoe die ligt. Ja, maar het kan toch ook gewoon normaal? Kan toch ook gewoon... Oh, het plast. Kan helemaal niet. Nee. Als je zo ligt. Hé, maar Enzo. Hé, nee, even niet Enzo. Ik wil even Malino filmen. Ja, oké. Kijk nou wat je hebt gedaan. Hij is helemaal vies. Ja. Ja, hij is helemaal vies. Oh, schattig. Oh. Ja. Nou, wat wil je zeggen? Even eerlijk, als Milan al zijn broek opgetrokken heeft, ziet het er ook raar uit. Doe het goed optrekken, zoals je net had. Dit ziet er toch ook raar uit? Bij Milan hoort het gewoon laag te zitten. Ja, dat is wel zo, ja. Zo, ik heb gewoon een prima ass. Jouw twee benen bij elkaar is één been van mij. Dat is niet grappig. Nee, maar hij moet iets lager inderdaad. Dat vind ik ook wat fijner. Zo. Zo is beter. Ja, swag hoor. Swag. Yeah. Milan die is even zijn zeldzame Pokémon kaart van boven aan het halen. Volgens mij is hij bijna terug. Heb je de Pokémon kaart al? Bijna. Bijna? Je gaat het straks laten zien, hè, verzameling. Ja, ik heb veel sicker dan jij. Ja, je hebt ook glimmende, hè? Ik heb heel veel glimmende. Nice. Ik ben benieuwd. We gaan eventjes kijken. Milan die heeft er al een hele tijd niet naar gekeken. Ze lagen al die tijd gewoon boven. Dus ik ben heel erg benieuwd. Daar heeft hij ze. Laten we ze even bekijken. Je hebt er echt veel, man. Je hebt een hele stapel, joh. Zo. Dat is wel een zeldzame met oma. Die heeft dus glitter. Ben jij dat? Ja. Wow, jouw kapsel, vriend. Wow, yo. Wat is er ook met je gebit? Ja, dat is gewoon melktanden. Dat is gewoon wisselen van tanden. Ja. Yeah. Zo, ja, deze is sick, hoor. Milan was altijd echt smooth boy, man. Surf dude. Ja, kijk dan. Wow. Hey, Pulsie erbij? Hey, check deze swagger boy.
Kijk dan. Toen al. Het allereerste biertje. Ja, bij Open Oma. Het was 14 of 15 of zo. Ja, maar ik mocht er dan één en dat was het dan. Sick hoor. Mijn echt biertje. Ja. En dan gewoon meteen een fotootje, hè? Ja, natuurlijk. Opa zei van, oh, dit moeten we even vastleggen natuurlijk. Ah! En ik zo, hey! Gruwelijk. Ja, dit was opa, hè. Kijk, hoe schattig. Opa gewoon, hè. In de spiegel. Kijk hoe leuk. Ja. Zo vet. Ja, opa die had ook altijd een camera, opa. Ja? Ja, altijd. Altijd had opa een camera. Klopt. Echt heel leuk. Daar hebben we het misschien wel van. Kijk. Wie is dat? Ja, dat ben ik. Wow, wat heb je een dikke kop! Ja, ik was een super lelijke baby. Kijk hier dan, wat had ik op mijn gezicht? Ik was echt heel lelijk. Je had wel een swagger tuinpakje aan. Ja, hè? Waarom plakt dit allemaal zo? Niet even snel. Ja, je komt uit een plakboek. Hebben weet je hoe leuk ik mezelf vind? Kijk, zo is het ook nee, dat komt allemaal uit een plakboek. Dat is allemaal een plakboek. Hij moet gewoon bijna huilen. Hier, kijk. Opa. Ja, toen had hij nog een beetje haar bovenop. Maar hier was hij dertig. Nu is dat helemaal weg. Kijk dan. Jeetje, je dikke wangen. Oh, kijk deze, hoe schattig die is. Ja, schattig. Kijk daar, je opa. Oh, oma glipte er tussendoor. Wow, daar. Kijk hoe Milan daar kijkt. Oh, kijk dan, oma is echt een prachtige vrouw, hè? Oh, ik heb een foto van mama, maar ik weet niet of ik het laat zien. Deze is echt heel leuk. Deze is echt heel leuk. Wow! Ik denk dat mama dat goed vindt. Nou, ik vraag het wel naar haar. Als jullie deze foto zien, dan vindt mama het goed. Is hij geblurred, dan vindt ze het niet goed. Maar kijk dan, mama, echt een hele mooie vrouw, hè? Mag ik zien? Ja, echt heel gaaf, hoor. Zo schattig. Mama was echt een bloedmooie tienermoeder. Mama, zie je? Ja, klopt. Mama en oma die hebben echt zoveel van elkaar weg. Klopt. Dat is echt niet normaal. Mama die had laatst een foto geplaatst, dat is echt sick. Ja, wanneer ik een Enzo Knol vlog had gekeken. Ja, als je dit zo naast elkaar ziet, dan je moeder en je oma, holy shit. Ja, lijkt heel erg. Ja, dat is echt sick hoor. Deze is echt leuk van Milan, hé. Deze is echt super schattig. Je vertelde oma dat hij jouw vlog had gedisliked. Kijk dan. Als Milan in zijn broek had gepoept en oma wilde hem niet verschonen. Alles wat we hier zo zien en wat we uit die enveloppen halen, dat heeft Milan een keertje gekregen van Open Oma. En die zei van, nou neem dit maar mee, het is wel leuk om een keertje terug te kijken. Dus waarschijnlijk zijn al deze foto's voornamelijk van Milan. En af en toe hebben we een foto dat we er samen op staan. Oh mijn god, Milan, wij kennen elkaar gewoon. Wat dan? Dit is van de Berenkuil uit 1999. Ja? Ik stond ook altijd op de Berenkuil. Wat is dat, de Berenkuil? Dat is een camping. In echt, stond je daar ook? Ja. Ja? Ja, serieus. Oh, we hebben elkaar met elkaar gespeeld dan. Ja. Nee, jij bent wel ouder dan ik. Maar Enzo en ik misschien wel. Wat raar. Hier, kijk. Het zijn Enzo. Wow, check deze foto. Wat ook, kijk. Weet je nog, Marion, dat ik zei dat wij voor tweeling werden uitgemaakt? Dat kwam door dit soort kledingding ook. Ja, precies. Dan hadden we hetzelfde kledingstuk aan. En ik dan heb wel veel donkere haar al dan Milan meteen. Ja, Milan die was gewoon soms wit. Deze is ook echt schattig hoor. Wat doe jij hier? Wat zit je nou te lachen? Wow, maar hier lijken jullie echt heel veel op elkaar. Ik zou zeggen dat jij dit bent. Even maar kijken, je bent wel groter dan Milan dan, als jij dat bent. Even kijken. Ja, ik ben dat ook. Ik ben deze. Ja, maar je bent groter dan Milan. Ja, dit ben ik. En dit is ons nichtje, denk ik. Maar dit ben ik. Dit is Milan. Celine, ja. Ja, dit is Celine. Yo, opa en oma, hier een brief uit gezellige De Haag. Ja, toen wij in Den Haag woonden, Milan en ik, daar hebben we 5 jaar gewoond. Toen stuurden we altijd brieven naar opa en oma. Dat was echt superleuk. Dit is wel mooi. Wow, kijk, Milan was wel een knappe baby. Kijk, dit is Milan. Zo lief. Ja, weet je wat het nadeel voor jou is? Ik was de eerste natuurlijk. Jij bent 1,5 jaar jonger dan ik ben. Heb ik ook. En de eerste pannenkoek mislukt altijd. Ja, maar daar hebben ze wel de meeste foto's van. Ja, dat is wel zo, ja. Want op het begin is alles nieuw. En toen kwam ik, ja, dat hebben we al een keer meegemaakt. Dus wow, weer hetzelfde kind. Maar ik heb wel heel veel babyfoto's dat ik helemaal onder het eten zit. Ja, echt verschrikkelijk. Gewoon mijn hele handen helemaal vies, helemaal smurrie. Oh, kijk dan, die is cool op de motor. Oh, deze is schattig. Wow. Deze is echt leuk. Ook met oma. Op de Ducati. Die is ook vet.
Maar hier heb je, je hebt allemaal vlekken op je gezicht. Ja, ik had vroeger heel veel uitslag en eczeem. Ja, waterpokken had jij. Ik had waterpokken, uitslag, eczeem. Ik was allergisch voor bomen, voor gras, voor alles. Voor dieren. Echt, ik ben heel erg opgedroogd. Gelukkig. Nou ja, goed, nou, meningen verschillen. Maar het is wel zo inderdaad dat we moesten thuis wel wat vaker schoonmaken en stoffen afvegen en zo. Omdat Milan heel slecht tegen stof kon. Dat was wel een dingetje. Dit is de Spider-Man. Oh mijn god. Deze is geniaal. Oh, deze is swagger, hé. Oh, hier zijn we samen. Deze is echt cool. Hier zijn we samen. Oh, deze is schattig. Dit was 1998. Wat? Volgens mij is dit op Witte Zomer. De camping Witte Zomer, 1998. Kijk dan, hier hebben we van die vliegtuigjes. En deze vliegtuigjes kan ik serieus nog herinneren. Dat zijn vliegtuigjes, die kopen dan bij zo'n winkeltje op de camping. En die kan je dan heel makkelijk zelf in elkaar zetten. En dan kan je er zo, kan je de hele tijd mee gooien en dan vliegt dat. Echt super tof. Dat ben jij. Ik weet niet waarom dit bij mij zit, maar dit ben jij toch? Hoe ben ik dat? Nee joh, gek, dat ben jij. Echt? Ja, dit ben jij hoor. Dit ben jij gewoon, die schoenen strikt. Kijk maar. Dit is echt super leuk om... Hij geeft hem ook mij, aan mij alsof er niks aan de hand is. Maar check deze foto, ouwe. Oh. Ja, weet je. Wat heb je met je haar? Je had gewoon een scheiding. Bro, ken je die Ron of zo van Harry Potter? Ja, kijk deze dan. Mooi, oh. Wow, check deze. Ja, maar bro, vroeger... Sick. Vroeger deed oma, die knipte ons haar. En dat is heel duidelijk te zien op deze foto. Oma heeft het geknipt. Zo. Dat ziet er niet uit. Oh, nee, maar vooral bij deze zie je gewoon... Het is gewoon scheef. Ja, het is echt scheef. Het is echt gewoon scheef. Wow. Oh, deze is echt leuk. Oh mijn god, dit weet ik gewoon nog. Oh, dit is echt sick. Ja, open oma nam ons echt vaak mee naar dierenparken en dat soort dingen. Jouw lach. Broer, dit ben jij ook met van die stekels in je haar. Oh, inderdaad. Dat zie je vet goed. Ja, heel oh, dit was bij Maduro Dam. Spikes, ja. Ja, kijk, ik heb spikes daar op mijn hoofd. Mag ik zien? Wow, wat geniaal. Ja, Maduro Dam. Ja, dat kan ik wel herinneren, Milan. En ik hoop dat jij dat ook nog kan herinneren. Wij deden altijd super veel leuke uitjes met mama en open oma en zo. Ja, we hebben heel veel dingen. Dat was echt zo. Dan gingen we naar Maduro Dam, dan gingen we naar dierenparken, en dan gingen we naar een speeltuin, en dan gingen we naar een camping bij open oma op bezoek. Dat was echt serieus geniaal. En als ik deze foto's zie, dan komt het weer een beetje naar boven. En sinds dus echt al dat we klein waren, doen we oliebollen bakken. Het recept van opa. Dat doen we nu nog steeds elk jaar. Dus dat is echt super leuk. Dit is een 3 zijn voor jou. En mij. Deze ook heel schattig. Ja. En deze. In de caravan. Oh ja joh. Kijk, zitten we met z'n tweeën in de caravan van opa en oma. En die hierna is voor, niet echt voor kleine kinderen. Wow, kijk Milan dan. Oh, ik ook met mijn middelvinger. Volgens mij was dat toen, dit was 15 maart 8, nee, 15 maart 2000. Volgens mij leerde ik jou dat toen, dat je dit kon doen, weet je wel. En dan door elkaar heen is het erger. Weet je. Echt? Ja. Jij bent van wat? Ja. Oh mijn god, we waren echt vervelende kinderen soms hoor. Kijk dan. Echt erg. Nou, haar werd er niet beter op, zie je. Nee? Mijn god. Nee, ik zie het. Ja, maar kijk dit ook. Wat heb ik hier? Wow! Dit is ook sick, hoor. Check deze, hey, mensen. Kijk, Milan daar links. Wow, of ik bedoel... Wacht, Milan rechts? Ik weet het niet. Nee, rechts is mama, maar check dit, hé. Oh, mijn god. Milan wil hetzelfde haar als mama. En dat is Shen. Zo schattig. 2. Ja, dit is cool, hé. Dit is samen met Shen ook. Zo tof. Echt een hele coole. Die daarachter, deze. Dat ben jij. Wow, dat ben ik gewoon. Oh mijn god. Jeetje. Ik kijk Milan daar ook droog op staan. Kijk Milan hier, Marvin. Oh, maar jij ook. Jeetje. Bijzonder, hè? 2 oorbelletjes ook. Yep. Yo, dit is echt geniaal om terug te zien hoor, serieus. Misschien is dit ook wel een leuke voor jullie om aan je ouders te vragen van... Pap, mam of opa en oma, hebben jullie nog foto's van ons van vroeger?
En zullen we dat eens bekijken? Het is echt serieus heel erg leuk om te doen. Ik heb dit namelijk ook wel eens gedaan bij Open Oma. Weet je wat mij, heel erg gaat benieuwen? Nou. Kijk, ik heb al deze dingen nog, omdat vroeger waren er filmrolletjes. En dan moest je naar de winkel en dan moest je dat terughalen. Ja. Nu heb je dat niet meer. Nu staat bijna alles op je telefoontjes of op de computer. Dus als je dan later van, mag ik de oude foto's zien? Ja, hier heb je een SD-kaartje. Ja, klopt zo. Ja, weet je, het gaat heel anders dan zijn. Ja, zeker weten. Hey, hier heb ik nog eentje dat wij op de camping staan. Oh ja, dan gingen we afwassen. Kijk dan hoe geniaal. Met z'n tweetjes, deze is ook echt heel leuk. Zo schattig. Kijk, er stond afwas. Alleen, er staat alleen was op. Oh, dit is voetbal. Daar kan ik me ook zoveel van herinneren nog, van voetbal. Van Achilles 1894 in Assen. Kijk, Milan staat er wel op hier, met zijn Ajax shirt. Ja, wij waren altijd ons hele leven voor Ajax. We hadden alles van Ajax. Ajax behang, shirtjes en vlaggen en handdoeken. Nou, ik heb een foto van jou met een Feyenoord shirt aan, hoor. Oh, dat meen je niet. Oh nee, dat is Shen. Ik kan me niet herinneren namelijk dat ik ooit iets van, niet dat erg is, maar dat ik ooit iets van Feyenoord aan had. Ben je er klaar voor? Oké, dames en heren, dit is een nieuw spelletje wat best wel rondgaat op TikTok. Ik heb het echt wel vaak voorbij zien komen en ik vind het wel een heel leuk spelletje. De bedoeling is, je zit tegenover iemand en je hebt een voorwerp. We hebben hier een doosje met zure snoepjes erin. En wat je doet, is je doet platte hand. Maar je mag hem ook pakken. Maar zodra ik hem pak, moet jij met je vuist op de grond. En daarna zet ik hem weer terug. En dan kun jij ervoor kiezen, pak je hem of doe je platte hand. En zo gaat dat dan de hele tijd. En als je dan platte hand, als je pak hem eens en dan... Dan ben je af. Af! Want dat moest een vuist zijn. Ja? Dus die gaan we doen. Ik heb het nog nooit gedaan, hè? Nee, ik nu wel een paar keer al, dus ben benieuwd. Oké, jij mag beginnen. Oké. Simpel, het is zo eenvoudig, maar het is wel echt grappig. Ah! Ja, dat ging gewoon goed deed, hoor. Nee, dat ging niet goed, hij deed op platte hand. Ja, maar ik deed met de andere hand. Ja. En toen deed ik met platte hand op de grond. Oh. Ja, dat is niet goed. Ik vind het een ontzettend leuk spel, maar niks voor mij. Nee, omdat je verliest. Ja. Ik ben maar Call of Duty. Ik was nog niet klaar. Je mag niet dit doen en dan pakken. Dat kan niet. Waarom niet? Jij doet dit en dan pak je hem. Het is of pakken of het is dit. Kom op Milan, nog wel één keer van hem winnen. Maar ik ga wel dit doen. Nee. Ja, mag wel. Hey, ik heb echt het gevoel dat hier gewoon wereldkampioenschap en dat die gewoon... Dat is gewoon heel snel gaan. Oké. Zelf bij mij op schoot zitten.
Ja, is dat zo? Heb je hem niet opgetild? Nee. Hij lacht nu ook een beetje. Ja, hij vindt echt prettig. Kijk nou ook met die pootjes. Ja, maar dat komt omdat je hem hier zo op zijn buikje kriebelt. Dat vindt volgens mij echt lekker. Dat is wel echt breed hoor, met die pootjes zo opzij. Maar wat gaat er gebeuren? Wij... in bad! Yay! Marlino gaat in bad. Leuk dat hij dat vindt. Yay! Dat weten we nog niet. Waar is die shampoo hiernaan? Maar ik heb dus op internet gelezen en zodat we hem eerst moeten borstelen voordat je hem in bad doet. En wij hebben toevallig een borstel gegeven aan Milan. Ja, dat klopt. Dead ass! Dead ass! Goed zo. 5,1 kilo? 5 kilo. We hebben Marlino even op de weegschaal gezet. Marlino gaat nu voor de eerste keer in bad. Wat vind je ervan, Marlino? Goed zo. Wel lekker warm. Ja. Niet te heet. Nu zie je dat, hè? Die zwemvliesjes, wat ik bedoelde als hij zo staat. Oh, ja. Oh. Nee. Hij moet het leuk vinden uiteindelijk. Ja. Oh, hij gaat gewoon. Dan doe je het helemaal leeg. Nee, dat kan nu. Als het shampoo er is, dan moet hij dat niet doen. Nee. Hij gaat gewoon drinken. Is in de waterbak. Ja, goed zo. Hij lijkt het niet heel erg te vinden. Nee, hij blijft nu wel staan. Daarom moet hij gewoon gaan liggen. Oh. Hij wordt nu heel cute als zijn haren dan zo nat zijn. Oh. Ja. Wee. Zo. Nee. Goed zo. Ja, we hebben hier namelijk speciale hondenshampoo. En we hebben even de instructies gelezen. Dus we gaan Marlino even nat maken. Dit is de allereerste douche-bad voor Marlino. Goed zo. Lekker in bad, hè, Marlino? Lekker in bad. Oh, wat lekker. Goed zo, even wassen. Ja, want jij rolt overal doorheen buiten ook. Ja? Draai eens om. Kan ik hier zo? Yes, kijk eens. Goed zo. Het valt nog mee hoe slank die wordt, zeg maar. Nu zijn haren zo nat zijn. Ja. Oh, nu word je lekker gewassen, hè, Marlino? Kijk eens even. Oh, lekker. Oh. En weet je wat echt nice is? Dit heb ik namelijk ook wel eens met Sok gehad, mijn kat. Als je hierna helemaal klaar bent met wassen, dan ga je ruiken en dat is lekker. Dat is echt niet normaal. Dan wil je de hele tijd aan je hond ruiken. Terwijl normaal gesproken kunnen honden best wel stinken. Klopt. Maar dit, je gaat zo lekker ruiken, Marlino. Ja, weet je, Marlino die ruikt sowieso al een beetje naar puppy, hè? Nog een beetje. Ja. Dus hij stinkt sowieso al niet heel erg. Maar hij moet hier wel aan wennen, zo vroeg mogelijk natuurlijk. Ja, dat hij uiteindelijk een bad gaan niet heel erg vindt. Ja, dan moet hij het wel leuk vinden of als leuk ervaren of in ieder geval accepteren. Ja. Of zwemmen, dat zou ook leuk zijn als hij dat ook echt leuk gaat vinden. Oh, lekker hè, Marlino. Ik heet zijn koffie. Hij heeft stiekeltjes. Ja, zo. Ja, hij heeft stiekeltjes, net als wat ik vroeger had. Wow, nu is het een hele andere hond, joh. Kijk nou eens even, wat een lekkere wasbeurt, hè, Marlino. Ben je klaar? Het is echt een andere hond nu, hoor. Ja. Marlino. Hey, jongen. Nou, snel maar even afdrogen. Ja, hij stond helemaal, zie je dat? Hij moet even zo schudden, eigenlijk, want dan... Ja. Even schudden. Je lijkt nu een beetje op een dekkel. Even uit laten lekken. Zo. Je pootjes. Uitlekken. En schudden. Ja. Ja! Goed zo. Zo, jongen.
Sick hoor. Geslaagd. Goed zo. Oh, lekker Marlino. Je ziet die zwemvliesjes echt heel goed. Ja, klopt. Die pootjes hier. Zo, helemaal schoon, helemaal happy. Lekker snoepje gekregen. Oh, lekker blijven zitten. Hè? Kijk nou. Oh, lekker hoor. Heerlijk. Nou, dat dames en heren, was de allereerste wasbeurt van Marlino. We zijn eventjes lekker buiten. Hier hebben we namelijk nog allemaal stukken schutting die wij toen ooit een keertje hebben afgebroken toen we Milan gingen helpen. En we hebben nog deze hele grote bak en die wordt morgenochtend opgehaald. Dus het is wel handig als we dit nog even allemaal erin pleuren. Dus we hebben nu zeg maar een systeempje dat als we hier die planken hebben, dan kunnen we dit doen. En dan is hij doormidden. Oh, gaat nog best makkelijk. Kijk. En dan past hij erin, anders zijn ze echt net te lang. Ja. Ja, dat werkt er ideaal. Nu nog een keer. Huh? Sick. Ja, dat werkt best wel chill. Ja. Ik dacht eerst van hoe gaan we dit nou in godsnaam doen? Maar het is best wel een chille manier. Als we dit hier al begin maar een beetje hoog houden, ja, dan kunnen we gewoon blijven springen. Ik dacht eerst aan om zoiets te doen als dit. Oh. Als je zeg maar dit doet en dan zo. Oh ja, en dan heb je een spijker in je hand. Hoppa. Ja, ik vind het echt leuk om, om dit af en toe even te doen. Even zo een beetje meehelpen. Ik had toch een beetje een soort frustratie of iets kwijt. Heb jij frustraties? Ja, weet je hoe moeilijk mens jij bent? Nou. Nee, ik heb helemaal geen frustraties. Maar ik weet niet, het is gewoon leuk om af en toe even... Ja, gewoon even je... Gewoon even zoals dat, gewoon misgooien. Ja, hey. Ja, gewoon even lekker smijten, even lekker kapot maken. Ja. Ja, dat is wel gewoon chill. Oh! Even kijken, wat voor pizza is dit? Oh, sick! Ja, heel sick. Goed uitgekozen. Dank je. Het enige wat ik zei was een beetje salami of ham of zo. En vervolgens krijg ik gewoon echt een van de lekkerste pizza's die ik ooit voor me heb gezien. Serieus, dit is echt een zieke mix. Hè? Champignons, uien, olijven, verschillende soorten olijven. Lekker, gezellig, kaarsje erbij. Wat heb jij hier? Spaghetti kip speciaal, ook sick! Ja, maar wij delen ook, hè? Ja, daarom zeg ik ook vet. Ik heb pennen. Jij hebt pennen. Hij heeft hetzelfde. Hier is ook stokbrood met kruidboter. Oh, nice hoor. We hebben serieus bijna alle planken op kunnen ruimen. De hele bak zit vol. Er komt binnenkort een nieuwe bak, dus dan doen we de laatste 12 planken of zo wel. Super nice. En de tuin van Milan wordt ook heel snel aangepakt. En dan deze zomer zwembad. Yeah! Hopelijk, want ik zeg dat al vorig jaar zei ik dat ook. Ja, klopt. Ja, toen werden vrienden heel boos op mij. Ja, je had de zwembad beloofd. Ja, want hoe lang woon je hier nu? 2,5 jaar? Ja, december 2018. Ja, dus een jaar, anderhalf jaar bijna. Nee, 2 jaar. Ja, oh. Oh ja, dat is 2020. Oh, dan is het december 2017. Ja, dan is het 2,5 jaar. Ja, 2,5 jaar. Oh, sick. 2,5 jaar en je hebt maar een paar weken kunnen zwemmen. Toen was het zwembad kapot. Ja. Moet jij nog een taart in gooien? Ja. Nou. Ja, ik heb er wel een taart in gegooid, per ongeluk. We gaan nu even lekker smikkelen. En dan heb ik heel erg veel zin in de zomer. Zo, dat was weer berengezellig bij Milan. Niet normaal. En je hebt goed gekookt, hè? Ongelooflijk lekker. Echt heerlijk. Besteld. Het is vandaag een raar dagje. Het is keihard gaan regenen. De zon scheen een beetje. Toch weer gaan regenen. Nu is het ook weer nat. Beetje gek. Beetje vreemd. Ja, bijzonder. We hadden ook niet zoveel op de planning vandaag, eerlijk gezegd. Normaal gesproken hebben we wel de dingen die we willen doen. Maar vandaag liep zoals het ging. En Milan even geholpen. Melino gewassen. Melino gechilled. En uitgelaten. En wel even relaxed. Het was wel een lekker dagje, hoor. Ja, dat was wel even prima zo. Ja. Heerlijk. Nou, gaan we nu naar huis. Top. Goed plan. We hebben lekker muziekje op, hè? Doe maar. Ja, is goed, hè? En Frans baan? Lekker.
Och jeetje, ik schrik me dood, man. Oh, ik schrok ook. Hij was helemaal bang. Ja? Het geluid van toen je startte. Oh, echt? Hij startte de auto en hij rende de oprit op. Hij heeft ook iets in zijn mond. Is Malino allergisch voor akraap of iets? Wat is dat? Dat is mijn uitlaatsysteem. Echt? Ja. Oh. Dat heet akraap of iets. Wat is dat? Allergisch voor iets. Wat is dat? Maar ik moet hem weer tillen en dan weer... Weglopen eerst. Hé, je maakt gewoon kras op mijn auto, hè? Ja, doe maar. Doe maar even zo... Zo in de auto. Ik hou je mond dicht. En we doen gewoon raam dicht. Hey, doei. Doei. Zo. Oh. Hey, beveiligingssysteem. Ja. Kan nooit een hond tussen. Doei. Zeg maar doei. Doei. Bye bye. Oh. Doei. Oh, het is echt niet normaal hoe lief Milan met hem is, hè? Gewoon tussen het raam en... Nee, Milan doet het wel goed, hoor. Ja. Ik vind het echt heel erg leuk om te zien hoe Milan het doet met die hond. Omdat, ik vond het wel even spannend, hoor. Omdat Milan, die had niet echt een ritme of zo. Nee, van klopt. Slapen en dat soort dingen. En dat heeft hij nu wel. Ik door zie de hond heel erg, inderdaad. En dat vind ik wel echt heel tof. Ja. Kijk eens even wat ze aan het kijken zijn. Ja, de dikke... Ja, ze zijn gewoon even Enzo Knol 2 aan het kijken. Vond nog wel grappig. Als we aan het gamen zijn, heb je altijd commentaar op ons. Wij zijn even jouw gaming skills aan het beoordelen op het moment. Hey, jullie zijn even aan het analyseren hoe ik het doe. Nee. Nee, dit was van wel een tijdje geleden. Hier was ik nog niet zo heel goed, nee. Ik wist geen eens wat mijn Q deed in dit spel. Maar dat hebben jullie dus al gezien. Nee, maar het is wel echt lachen dat zoveel liefde en support komt op Enzo Knol 2. Dus mochten jullie nog geen video hebben gecheckt, zo. Dan zou ik zeggen, check even Enzo Knol 2 in de beschrijving. Ik heb weer nieuwe gamevideo's geüpload, dus check het. Mees, volgens mij slaapt Mees. Volgens mij slaapt hij. Hij is Pokémon aan het kijken. Maar hij slaapt. Mees die heeft ooit tegen mij gezegd dat als hij slaapt en hij wordt niet wakker, mag ik een ei op zijn hoofd kapot gooien. Zal ik dat nu doen? Ja, ga ik doen. Oké, daar gaan we. Mees heeft het zelf tegen mij gezegd, hè. Nice. Wat is het überhaupt? Een ei. Ah, nice. Je hebt zelf tegen mij gezegd als je hem ooit kan betrappen met slapen. Oké. Was je Pokémon aan het kijken? Ja. Lekker man, was je in slaap gevallen? Blijkbaar. Ja, dat is vervelend man. Voor de fuck mijn ding. Oh hier. Dit was zo droog, want ik zag jou liggen hier in de woonkamer. Ik kom naar binnen. Ik zei, yo, Mees. En ik loop naar de keuken. En ik denk, waarom zegt hij niks? Dus ik zo dichtbij kijken. Ben gewoon aan het slapen. Maar echt in diepe slaap houden. Nou, wil jij de vlog afsluiten of zal ik het doen? Doe jij dat maar. Even ja, ik ga even opruimen ook. Nice. Oké. Nou ja, het is dat Mees ooit tegen mij heeft gezegd. Als ik hem trap, dan mag ik dat doen. Dus, nou, nice. Doe een blauw duimpje omhoog. Vergeet niet te abonneren op mijn kanaal hier beneden. Ik zie jullie morgen bij een gloednieuwe vlog om 4 uur. En dan even opruimen. En dan zeg ik, zoals altijd, een dikke, vette peace. En sorry Mees, ik hou wel van je. Knol power!